Zondag kwamen heel wat genodigden in Theater Elkerlijk in Antwerpen naar de première van het theaterstuk Sluis en César. Het première publiek was duidelijk benieuwd naar de nostalgische avonturen van de twee onafscheidelijke vrienden, die in het collectief geheugen van het Vlaamse publiek gegrift staan. Regisseur Sanny Krets wist een indrukwekkende cast te verzamelen. Sven de Ridder speelt de rol van Slisse. Wel, wij hebben natuurlijk al een aantal voorstellingen gespeeld, dus we wisten al ongeveer wat het publiek ervan zou vinden, maar dit tart onze verbeelding, want het is een geweldige premièrezaal. En door zo'n publiek gedragen worden, dat geeft een extra kick. En ja, dat is een ongelooflijk gevoel. Bijna, je zou er bijna sterretjes van gaan zien, maar ze hangen hier ook, de sterretjes. En ook in het decor. Dus ja. Heeft dat dan te maken met de herkenbaarheid van het stuk, denk je? Zeker met de herkenbaarheid en ook met de actualiteit. Want er zitten dingen in waar je van zegt, hè, is dat geschreven in 58? Ik bedoel, dat zou nu ook nog, bijvoorbeeld heel de discussie over koeienmelk en zo, ja, dat is iets dat nu nog wordt gezegd. Dus ja, het is heel actueel, maar ook klassiek. Warre Borgmans heeft in zijn leven verschillende versies van Sluis en César gezien. Bij deze versie doet ook het publiek mee. De bureaus, langs de bon, werken, werken, werken. Tot er niet hier, hè. En waarom gaan we werken, hè? Waarom gaan we werken? Om geld in het lollakje te brengen, ja? Maar toch zijn we allemaal egoïsten. Ja, en wij vrouwen, wij doen niks zeker, hè? Jawel, gewoon doen zeker, hè? Ah. Jawel, hè? Gewoon doen dat geld op dat wij binnenbrengen. Ja. Kopen, kopen, kopen. En wat komt er dan? Deepvriezers, aardkassen, mixers, speculators, straatwagens. Waarom? Nee. Voor alle naaistalen wat gemakkelijker te maken. Ja? Om nog maar een uurtje bezig te zijn in de naaistalen. Omdat ze dan de rest van de dag tijd zouden hebben om te zeggen dat wij egoïsten zijn. Amai, amai, amai. Dank u wel. Ja, je kunt niet doen alsof ze er niet zijn, hè. En gelukkig zijn ze met velen en blijven ze ook met velen komen. Dus, en ik zeg het, ja, de dag dat ze misschien minder reageren of zo, dat is allemaal niet erg. Maar het feit dat ze er zijn en dat ze, dat hebben we toch aangevoeld, dat ze graag meespelen. Ook echt, ze zijn echt deel, ze worden er ingezogen. Dat vind ik toch heel leuk, met zo'n stuk dat vroeger altijd gespeeld werd met een vierde wand, keurig netjes. Vicky Floris kruipt in de huid van Melanie. Greet Rouffaert schittert als een legendarische Madame Floer. Goh, veel mooie herinneringen. Straks had ik het even moeilijk, omdat ik dacht van... Goh, ik zou echt wensen dat mijn ouders in de zaal konden zitten. Ik denk dat ze zouden... Oh, mijn vader zijn neus zou krullen van trots, denk ik. Die mensen zijn er ook mee grootgebracht. Hè? En wij hebben dat ook thuis gevolgd op tv. En ik weet zeker dat ze ongelooflijk fier zouden zijn op hun dochter dat ik in Slissen en César heb mogen spelen. Ja. En ik heb u altijd gerespecteerd als vrouw. Ik heb u nooit lastig gevallen. En dus een ander man, dat weet jij ook, hè? Dat ook anders kunnen uitdraaien, meneer. Oh, en ik heb dat liever wel gehad. Goh, liever? Ik weet het niet. Maar dat een man doet precies alsof hij niet bestaat, ik kan dat toch niet heen. Ho, ik zou maar gelijk dat is, hè. Leen den Dievel heeft naar eigen zeggen een eerder kleine rol in Sluis en César. Het is een kleine rol en Stanny heeft daar iets geweldig van gemaakt, eigenlijk. Als de regisseur Stanny Krets er niet was geweest, dan was Valerie nooit zo'n mooie rol geweest. Dat was echt waar. Voor Ghostrocker Juan Gerlo was Sluis en César zijn eerste grote comedyrol. En dat smaakt naar meer. Een geweldige ervaring, echt waar. Ik heb, ik mocht met Sven de Ridder en Warre Borgmans op het podium staan. Maar heel de cast, dat zijn mensen waar ik allemaal, ook doorheen het repetitieproces, enorm veel respect heb voor gekregen. Ik heb nog niet heel veel echt comedie gespeeld. En je leert daar toch wel heel veel van. Van die mensen bezig te zien en timing en al die dingen. En dat is een hele toffe Sluis en César familie. Sluis en César, nog tot en met zondag 18 maart in Theater Elkerlijk te Antwerpen. Tickets via www.uitgezonderd.be.